Media Het Gooi. De Botter, van Huizen tot Hudson. Tijdens de Huizer-Bottendagen in september wordt aandacht gevraagd voor het behoud van het varend erfgoed uit de regio. Op zaterdag in de vorm van een nautische markt, met oude nautische ambachten, zeemansliederen en klederdrachten uit diverse plaatsen rond de voormalige Zuiderzee. Verder liepen er reenactors in historische kledij rond van equipage De Delft, die met hun schoten de bezoekers af en toe lieten schrikken. Liefhebbers konden een tochtje maken op een van de botters. Vroeger werd de Zuiderzee door enkele duizenden botters bevaren. Nu zijn het er nog minder dan 100. De meeste zijn al meer dan een eeuw oud, maar ze doen het nog best. Een dag eerder werd voor de vijfde keer de taaie bokkersrace gezeild. Voor de botters van de Zuidwal van de voormalige Zuiderzee was het van groot belang dat ze snel konden zeilen. Ten eerste om als eerste de beste visgronden te bereiken, maar ook vooral om de gevangen haring zo snel mogelijk aan wal te krijgen. De vissersboten verkochten hun vangst aan de koopschuiten en die zeilden om het hardst om de vis aan land te brengen. De bemanning die de vangst het snelst aan wal kreeg, kon de hoogste prijs bedingen op de visafslag. In de visrokerijen werd de haring verder bewerkt. Gerookte vis is immers veel langer houdbaar. De bokking bestemd voor de export naar Duitsland werd extra lang gerookt en werd daarom ook taaie bokking genoemd. Tijdens de Huizer-Bottendagen herleven oude tijden en wordt de taaie bokkingrace gezeild. De sponsoren van de race vullen de gewone bemanningen aan. In september ging een 12-tal botters de strijd aan. Er stond niet heel veel wind, dus in het algemeen hield iedereen het droog. Een opvallende afwezige dit jaar was de Huizer 108, de Janus Kok. Deze Huizerbotter was naar New York. Komt iemand op een idee om met de botter naar Amerika te gaan? Ja, dat is een goede vraag. Nou, dat was toen een initiatief van een aantal mensen uit Nederland over het Henry Hudson 400 te gaan herdenken. En zo zijn is er een mailing uitgegaan en een berichtje in de krant, in de Vaarkrant. Wie er eventueel met een platbodem naar Amerika wilde. En toen heb ik gelijk gedacht aan mijn scoots. Ik heb een scootsje en ik denk, nou, dan moet die er misschien maar heen. Maar ja, dat bleek dus niet haalbaar. En toen hebben we gelijk ook de Stichting Vrienden van de Huizer Botters ingelicht. En die hebben zich ook aangemeld. En die hebben wel een sponsor gevonden voor het geheel. Want je kan niet zomaar met een botter naar de overkant varen? Nee, het varen zelf gaat niet. Hij moet sowieso op een vrachtschip. En er zijn kosten aan verbonden. Nou, we moesten met al die boten naar Heilingen, naar een zeehaven in ieder geval. En dan hebben ze met een grote kraan, met hele lange singels, hebben ze die boten op het dek gezet. En vastgeschort. Dat moet een gek gezicht zijn. Het was een heel vreemd gezicht voor ons, ja. Al die boten met die masten bovenop zo'n coaster. In New York is alles afgeladen. Toen hebben we daar, was er een haven besproken, de Noordkoof. Zijn we naar de Noordkoof gaan liggen. En daar hebben we dagtochtjes gemaakt met de relaties van de sponsor. Een beetje wat je hier ook doet? Dat wij hier ook doen, ja, dagtochtjes. En dat doe je om het erfgoed varend te houden? Het is voor het onderhoud van het schip. Alles wat we ermee doen, dat gaat in de kast natuurlijk. En het wordt besteed aan het onderhoud, ja. De crew had maar zijdelings te maken met de officiële ontvangsten en feestelijkheden. Maar toch konden ze nog een glimp opvangen van het bezoek van Hillary Clinton, Willem-Alexander en Maxima. Hoe vond je dat om daar rond te varen in Amerika? Nou, het was heel apart in ieder geval. We hadden nooit iets meegemaakt. Het was natuurlijk een enorm druk vaargebied daar met veerboten en dat soort dingen. En boten die naar de triasbelt gaan kijken, dus het is hartstikke druk daar.
veel golfslag van die hekgolven van die boten. Het was heel apart om daar te varen. En rare wind, draaiende winden. Maar je hebt zulke hoge gebouwen, die winden die komen soms op een heel aparte manier binnen. Dus je moest nog opnieuw leren zeilen ook een beetje? Je moest op een andere manier zeilen als dat je hier gewend was. Ja. En vind je zoiets voor herhaling vatbaar, afgezien van geld en zo? Het is voor herhaling vatbaar, maar dan wel in een andere plaats. Er zijn al berichten dat eventueel Japan of zoiets in de pen zit om zoiets te gaan doen. En hoe beviel het Andries Honing zelf in Amerika? Nou, Andries Honing heeft het al bekeken, heeft de drukte gezien. En Andries Honing blijft in ieder geval mooi in Nederland, dat zeker. Het was een heel apart gebeuren, moet ik zeggen. En het reizen met de metro, dat is ook iets opties, zelfs een belevenis. En de stad is ontzettend druk, maar ik vind het hier mooier, dus ik blijf maar hier. De Janus Kok is volgend jaar vast weer van de partij bij de zesde editie van de Taaienbokkingrace.